We praten nu eerst over Job Cohen en de Partij van de Arbeid, want dat was het nieuws van de dag. Namelijk het interne problemen bij de Partij van de Arbeid. Liliane Ploemen, voorzitter, heeft forse kritiek geuit op de politiek leider Job Cohen. En hoe moet Job nu verder? Dat is de vraag die we hier aan de orde stellen met Nebahat Albayrak, nummer 2 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Sinds een aantal maanden moeder geworden, ja, van een gezond kind, mogen wij hopen. En dan zit je daar allemaal in die roze geur en dan krijg je die sfeer van bederf uit zo'n Tweede Kamerfractie. Dat is wel een groot contrast, of niet? Nee hoor, want er is geen sfeer van bederf in de fractie. Ik denk dat de conclusie van de vergadering van vanochtend, waar ik overigens heel erg somber inging, maar opgewekt uitkwam, wat wel eens anders is geweest na fractievergadering. Laten we de volgorde aanhouden. Waarom gingen we er somber in? Vanwege de opening van de Volkskrant. Laten we wel zijn, er is wel wat aan de hand. Er is wel wat gezegd ook door haar. Er is ook wel wat gezegd en dat is eigenlijk niks nieuws. Ik bedoel, de woorden die ze gebruikt. Maar de context waarbinnen het gezegd wordt en gewoon ook dat het stapelt op andere rumoeren. Dat was natuurlijk niet fraai. En als je de balans van vandaag opmaakt, dan geloof ik dat we niet een PvdA-feestje hebben vandaag. Nee, Frits Wester. Verrast vanochtend door de kritiek van Liliane Ploemen op Job Cohen? Ja, allereerst gisteren verrast door haar plotselinge vertrek. Ook met de argumentatie die erbij zat, want die vond ik eigenlijk een beetje raar. Zo van, er moet een nieuwe voorzitter ingewerkt worden en op tijd klaarstaan voor de nieuwe verkiezingen. Dan denk je, hey, er is toch een voorzitter en jullie willen graag als Partij van de Arbeid dat er volgend jaar al verkiezingen zijn. Of nog sneller. Nou, dan heb je een ingewerkte voorzitter. En die argumenten wist je vorig jaar ook al en het jaar daarvoor ook al. Dus ik vond het moment wat onheus en raar. Volgens mij wil ze gewoon weg bij spul, om het zo maar even te zeggen. Ja, en dan vanmorgen ineens in de Volkskrant ook die kritiek op Job Cohen. Wat vond je eigenlijk het scherpste van dat ze formuleerde? Was dat de term dat haar leider onzichtbaar was? Was dat het scherpste? Ja, de onzichtbaarheid, dat hij meer zichtbaar moet zijn, dat soort argumenten. Maar tegelijkertijd denk ik, waarom zeg je dat nu op het moment dat je zelf je vertrek aankondigt? Heb je dat ooit eerder tegen Job Cohen gezegd? Nebahat Albayrak staat vlak naast Job Cohen, die moet dat weten. Is dat ooit eerder gezegd? Dat lijkt mij van wel. Wij hebben eigenlijk al een hele lange tijd intern hele stevige discussies in de fractie over wat niet goed gaat en waar het beter kan. Vaak worden die discussies begonnen door Job zelf. Het is de meest zelfkritische man die ik ken. En hij weet ook wat hij goed kan, wat hij niet goed kan en waar het beter moet. En sterker nog, we hebben vorige week naar de Algemeen Politieke Beschouwingen die op de inhoud voor ons gewoon echt miserabel waren, omdat wij daar een dijk van een verhaal hadden, wat maar totaal niet overkwam, omdat Job zo werd overschreeuwd. En door hoe dat debat verder of ook gefreemd werd. Zich liet overschreven, is dat een goede formulering? Nee, ik geloof niet dat Alexander Pechtold en Jolande Sap beter, en zelfs Emiel Roemer, beter met hun verhaal in beeld kwamen. Niemand kwam met de inhoud in beeld. Oh, dat gevoel hadden wij wel, maar daar kunnen we misschien straks even over praten. Is Job Cohen dan de man zelf die in de fractie zegt, ik ben de onzichtbare man? Nee, hij zegt niet ik ben onzichtbaar. Maar hij weet wat in de partij beter kan. Dat hij daar een rol in speelt. Maar dat we het wel met z'n allen moeten doen. Help mij, en die kritiek, zegt hij. Help nee, mij? Dat zegt hij niet. Die kritiek van Liliane Ploemen is voor ons niet nieuw. Maar die raakt ons natuurlijk allemaal. Die heeft zich ook eerder gemeld aan de fractie. Ja, daar hebben we intern over gesproken. Ook in het bijzijn van Liliane. Dus tot zover niets nieuws. Haar vertrek was voor mij een verrassing. En ik dacht, goh, wat bijzonder. Maar tot zover niks nieuws of ook tot zover niet verder? Althans niet naar buiten toe. Nee, maar wat voor mij belangrijk was, en daarom ging ik die fractie redelijk somber in. Ik dacht, wat zit hier nou achter? Zit hier nog meer achter? Gaat dit om de positie van Job? Of is dit de partijvoorzitter die met hele legitieme redenen zegt van, het moet beter en daar ga ik aan meewerken? De maanden dat ik er nog zit. U weet natuurlijk dat, want u wordt zelf ook wel eens geïnterviewd door een krantenjournalist. Dat gaat zo dat je vertelt je verhaal, dat wordt opgeschreven, dat wordt ter goedkeuring voorgelegd. En dan kijkt u nog eens, heb ik dat wel zo gezegd? En dan geeft u het fiat en dan wordt het gepubliceerd. Dat is bij Liliane Ploemen ook zo gegaan. Ja, dus er is van haar uit is de bedoeling geweest om het zo te formuleren. Ja, en zij is intelligent genoeg om te weten dat dat keihard overkomt als je zo je eigen leider aanvalt. Dat weet zij. Voor mij is ontzettend belangrijk dat we vervolgens in die fractie bij elkaar zitten. En ook ik heb haar op de vrouw afgevraagd in dit geval. Van, we zitten hier meer achter. Wat is dit nou? Waar gaat het je om? En zij heeft keer op keer verzekerd dat het haar niet om Job gaat. Dat ja, maar dat is serieus een enorm amateurisme als je dit soort dingen doet. En je weet dat je zelf weggaat. En het is heel onhandig, want je had je bewust moeten zijn van de context. De balans van vandaag waar het moment, over had. Het was net even weer rustig naar de algemene beschouwing. En dan weet je, dit komt eraan. En dan gooi je alle bal op Job Cohen. Die zich weer moet verdedigen. Dan kun je donder op zeggen dat de komende week
alle commentatoren, de kranten, in de weekblad. Kijk, allemaal over wat Job Cohen. Het gaat weten, niet over de koers, maar over Job Cohen. Wat ze had kunnen weten is dat alle ballen op Cohen gegooid zouden gaan worden. Mm-hmm. Haar uitspraken gebruikend door alle anderen. Ja, en dat is de hele dag gebeurd. Maar dan word je als kritiek, fractie toch woedend op haar. Dat heb je toch ook wel gedaan, mag ik ja, maar die kritiek die gaat dus ook mij aan. En de onzichtbaarheid betreft niet Job Cohen als persoon. Hij is hartstikke vaak in beeld. Maar dat zijn onder alternatieven. We hebben een tijd van het verhaal voor een ander Nederland. Maar hoezo gaat het u aan? U heeft toch bij de algemene beschouwing niet het woord gevoerd? Ja, maar dan gaat het niet. Jawel, want u zei net zelf, wij kwamen er hartstikke slecht uit. Nee, maar ik zou het echt het failliet van het fatsoen in Nederland vinden als mensen als Job Cohen niet kunnen functioneren in Den Haag. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat nu over het fatsoen in een eigen partij. Wat doe je met een leider die toch wel onder vuur ligt? Een partij die onder vuur ligt? Een partij die er dramatisch slecht voor staat? Ja. Waarom doet een scheidend partijvoorzitter zit er zoiets? Ja, die vraag moet je aan Lilianne stellen. Nou, ik heb hem gesteld, in de fractie. En haar antwoord, zeker. En haar antwoord is keer op keer, ook vanavond nog. Het is niet mijn bedoeling geweest om Job uit die stoel te wippen. Maar die kritiek moet gezegd kunnen worden, ook extern. En ik vind dat ook. En ik vind dat alle partijgenoten die kritiek hebben, en dat doen. Maar die kritiek wordt gedeeld door het partijbestuur. Ja. Een grote meerderheid, het partijbestuur was verbaasd over het interview. Job is de eerste. Job is de eerste die ons vraagt om hierover te praten. Het was verbaasd over het interview in de Volkskrant. Ze wist dat er een interview aankwam, niet wat de inhoud was. En die zeiden, ja, het is heel dom geweest van Lilianne. Maar we herkennen ons wel in de kritiek. Ja, maar Job herkent zich in die kritiek. Ik trek het me aan, zeg ik. Had Job Cohen dat interview van tevoren gezien eigenlijk? Want dat hadden ze natuurlijk makkelijk kunnen doen. Nee, ik geloof dat het voor ons allemaal een verrassing was. Maar net zei je, we kennen de kritiek vanuit het partijbestuur. We kennen de kritiek van Lilianne. Ja, dat is anders dan of hij het interview een verrassing dat het in het interview te lezen was. Dus het was niet verstandig om het naar buiten te brengen. Laten we even kijken. Jawel, ik vind dat partijgenoten, inclusief de voorzitter, dit ook naar buiten toe moet kunnen zeggen. Maar constructief. En dan is de vraag, hoe gaan we de komende maanden, nu Job ook ferm en met een rechte rug heeft gezegd van ik ga door, en daar de unanieme steun van de fractie voor heeft gekregen. Want dat vond ik de conclusie die ik hier wel even stevig wil neerzetten. Een krachtiger besluit van de fractie ken ik niet. Maar je weet zelf toch ook hoe het rommelt in de fractie. Ik bedoel, ik spreek ook heel veel fractiegenoten van jullie. Die zeggen wij zien het ook wel, we zeggen het ook wel, maar het lukt niet. Ik vind het sneu voor Job Cohen, hoor. Ik bedoel, die man is uit Amsterdam gekomen om die binnengehaald op het schild om die partij te redden. Wat mij heel erg raakt is, kijk, ik ben op de lijst weer gaan staan omdat ik geloof in het Nederland van Job Cohen. En dat is mijn Nederland. En dat is een verhaal dat als je alle debatten terugleest die hij heeft gedaan, dan staat daar een alternatief voor dit kabinet. Maar de aanhang wat daarvoor socialer slinkt. Is, wat de op de inhoud voor, beter is, wat aanhang bezuinig. Voor dat Nederland slinkt. Ja, en dat verhaal moeten wij met z'n allen dus beter kunnen vertellen. En wij hebben allemaal gemerkt, ook ik in mijn debat, dat het ontzettend lastig is om oppositie te voeren tegen dit kabinet. Ik wil je niet plagen, maar we moeten. Ik hoor dat zo vaak van politici, we moeten het verhaal beter vertellen. Mijn vraag is dan, is er een beter verhaal? Niet beter verteld, maar is er een beter verhaal? En we draaien het om. Als Job vandaag weg zou zijn, is het probleem absoluut niet opgelost. En als hij weg is, is er geen opvolger voorlopig. Nee, maar het gaat niet over opvolgers. Wij gaan niet weg. Er is niemand anders. Ik kan me goed voorstellen dat de mensen die vanochtend wakker werden met de Volkskrant-opening dachten van yes, dit is de kans en nu gaat die discussie gevoerd worden en misschien gaat hij wel weg. Nou, met die hoop kunnen ze weer een eind gaan fietsen. Want de conclusie van deze fractie was, dit is de leider die wij hebben. Hier staan wij achter. En een krachtigere bevestiging bestaat gewoon niet. Mag ik zeggen waar dat ook door kwam? Dat kwam voor alles door de opstelling van Job. Job had de laatste dagen, na de algemene politieke beschouwing, is hij op pad gestuurd. We gaan nou eens even nadenken, ook als fractiebestuur en als fractieleider, over hoe we dit anders kunnen doen. Dat heeft hij gedaan. Daar heeft hij ons allemaal over gebeld in het weekend, met zijn verhaal. Heeft hij alle fractieleden gebeld? 30 in getal? Ja, dat mag hij van mij ook vaker doen. Prima, niks mis mee. En wat vroeg hij dan? Hij vroeg niks. Hij zei hoe we het gingen doen. En dat is vanochtend in de fractie. Maar in het partijbestuur hadden ze de hoop, dit wordt een keerpunt, deze algemene beschouwingen. Dat is helaas door alle geschreeuwen genoeg niet zo uitgepakt. En de partijbestuursleden zeggen, het is dramatisch uitgepakt. Ja, Frits, jij hebt de afgelopen jaren meegedraaid. Wat ik steeds voor ogen heb, is die laatste fase in de politieke campagne. Job kwam in die campagne, Wouter was weg. Hij draaide mee in het circus dat was opgetuigd. En vervolgens was het niet zijn ding. We zakten steeds in die peilingen. Mm-hmm. En vervolgens, 3 weken voor de verkiezingen, riep Job ons bijeen op het partijkantoor. De top van de lijst. En hij zei, jongens, ik ga zeggen wat jullie allemaal denken. Het gaat niet goed. En daarom ga ik het vanaf nu anders doen. Ik ga het doen zoals ik wil dat het gaat.
En vanaf dat moment zijn we gestegen en zijn we de tweede partij met 1 zetelverschil van het land geworden. En hij heeft ons van 14 zetels in de peilingen naar 30 zetels geholpen. En maar nu ook weer en terug. Die kritiek, maar nu staat prima. U toch ook weer op 15 zetels. En, ja. doet nu, en dat kan en ook het, weer anders zijn. Ja, maar dat en ook ander, dat bedoel, is toch wel omdat het gebeurt zoals hij wil dat het gebeurt? Of gebeurt het zoals iemand anders wil dat het gebeurt? Nou, ik denk dat we nog steeds te bezig zijn om Job in die politieke arena die Den Haag nu is, in een mal te duwen waar die niet in zit en ook nooit in zal zitten. Hoe kan het dat zo'n man zich zo lang laat duwen in een mal waar... Ik bedoel, dit is toch een ervaren politicus die al zoveel verschillende dingen gedaan heeft. Jawel. En daarom, ik geloof echt dat hij... Wie is ons dan? Nee, ons, de hele partij. Maar dat is dus inclusief Lilianne Ploemen. Nee, maar je zei net iets heel cruciaals. Job zei 3 weken voor de verkiezingen, het is niet mijn ding. En dan vraag ik me af, is het nu wel zijn ding? Als ik hem zie in de Tweede Kamer... Nee, dit was de campagne zoals die om hem heen. Zoals hij er om hem heen gevoerd heeft. Als ik hem zie zo bij de algemene beschouwingen, en doe dat als compliment aan Job, dan is het een beetje als de bovenmeester die ineens teruggezet wordt, de grote bestuurder, in de 6e klas van de lagere school, weer terug, doen met het jongetje op het schoolplein, van wie heeft de grootste mond, wie is de sterkste en wie heeft de langste. En dat, daar is hij te groot voor. Nou ja, maar kijk, dat debat als bestuurder. Kijk, wat mij heel erg raakte in dat debat is dat op het moment dat Wilders zegt, doe even normaal, dat wij een premier in dit land hebben die lachend en met zijn hand in zijn zak teruglacht en roept, doe zelf eens even normaal. Ja, dat zou Job dat is nooit doen. Geworden, alsof helaas. Dat nou de grootste nou, kwestie van het land is, nou, kom op, alsjeblieft. Zeg. Gaat het over andere dingen, dan doe eens normaal. Ik vond dat het failliet van leiderschap niet van de premier. Ja, en ik maar vind we hadden dat, het nu over het Job, failliet van de Partij van de Arbeid. Nee, maar dat Job daar niet aan meedoet en ook nooit moet doen, dat is zijn kracht. Daar bewonder ik hem voor. En hij heeft een inhoudelijk verhaal wat boordevol alternatieven. Laten we even terug naar Lilianne Ploemen, die hem onzichtbaar noemde. En we hebben een paar fragmentjes uit de algemene beschouwing en het optreden van Job. En dan praten we daarna met u door of u vindt dat hij daar goed doet of juist niet. Nou accepteert de PvdA een bezuiniging van bijna 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking. Het is D66 gelukt met dezelfde keuzes om daar bijna de helft van terug te draaien. Voorzitter, dit is de keuze die wij daarbij hebben gemaakt. Dat gaat ons ook aan het hart om dat te doen. Niet alleen bent u hier weer de grote gedogen van het kabinet. Het is een beetje broodroof. U doet eigenlijk wat ik zou moeten doen. Maar goed, nee, dat gun ik u dan nog. Doet u dat nou maar niet? Maar laten we nog hebben u de Grieken. Als de Grieken eruit worden gezet. Ik ben helemaal meneer geen gedogen, gedogen van het kabinet. Meneer de grote gedogen. De PVV gedoogt dit kabinet. Ik kan mij niet voorstellen dat na ruim 1 uur schofferen, schelden, persoonlijke feiten opnoemen, dat het kabinet de PVV nog gedoogt. Je kunt veel van Roemer zeggen, positieve dingen over het algemeen. Zichtbaar is hij wel. Ja, een charmante man. Maar wie ziet u daar op de achtergrond zitten? Even kijken, waar is het beeld? Ja. Ja, prima, dat is het beeld als je richting de interruptiemicrofoon kijkt. Maar weet je wat het is met Roemer en zijn partij op dit moment? Het is zo makkelijk om vanaf die flanken makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen te roepen. Daar kom je inderdaad heel erg goed mee in beeld. Maar het brengt ons geen stap dichter bij de oplossingen voor de problemen die we in dit land hebben. En u had hier een selectie van beelden kunnen laten zien waarin Job het over de inhoud heeft, met een verontwaardiging van je welste. Waarin hij zich zorgen maakt over de stapeling die neerkwam bij mensen met gehandicapte kinderen. En die op de PVV hebben gestemd, maar zich nu genaaid zien van je welste. Maar wij hebben niet een interview gegeven aan de Volkskrant waarin we zeggen dat, dat hij onzichtbaar is. Nee, dat heeft Lilianne Ploemen, dat hand is uw voorzitter, gedaan. Ja, en wij zijn op zoek gegaan naar illustratie van wat zij misschien bedoelt. En vragen aan u, is dit wat zij bedoelt? Maar het zijn echt 2 verschillende dingen. Eén, het moet veel beter. We moeten ons inhoudelijk verhaal met z'n allen veel beter laten zien. Dat is wat anders dan moet Job Cohen blijven of niet. Er is maar 1 iemand die daarover gaat. En dat is Job Cohen zelf. Ja. En hij is daar hartstikke blij mee. Mijn vraag was, is dit wat Lilianne Ploemen bedoelt als ze zegt hij is niet zichtbaar genoeg? Nou, ik denk dat Roemer dat wel doet en hij niet. Op het moment dat het misschien net nodig is. Nee, zij noemt bijvoorbeeld ook dat hij te onzichtbaar is in de partijdiscussies. Er zit meer in de partij. En dan bedoelt ze echt de partijorganisatie, de leden, de ledenraad. Maar het komt er niet uit. Dan denk ik, ja, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat moet er inderdaad ook beter uitkomen. Dus iedereen die kritiek heeft, kom op met die ideeën hoe het anders kan. Doe het constructief. Laat dat debat niet doodvallen. Maar dit gaat echt niet over op Job Cohen weg moeten. Hij is overal onzichtbaar. Bedoelt u niet alleen in zo'n Kamerdebat, maar ook binnen de partij zelf? Nee hoor. Televisie. Job is ontzettend in beeld, vind ik. Ja. Job is met zijn verhaal in beeld. Maar dat is toch zo ongelooflijk stom. En ik ken dat nou eens dat Lilianne Ploemen nu echt alle schijnwerpers weer op Job Cohen heeft gezet. Dat is toch zo amateuristisch?
Ja, ze had de context denk ik beter moeten inschatten toen ze die opmerkingen maakte. Gewoon en stom. Ik geloof haar, als zij in de fractie tot herhalens toe en vanavond ook weer tegen partijbestuursleden zegt, dat is mijn intentie niet, ik wil dat het beter gaat. Ze blijft nog 4 maanden zitten. Ja, ja. Dus is dat zo? Nou, tot wat we anders horen, blijft ze 4 maanden zitten. En dat betekent dat we de komende tijd samen moeten benutten, partij, fractie en fractievoorzitter, om in ieder geval te zorgen dat kan we nu ook zorgen dat het beter dat gaat. Dat kan toch niet meer met haar op dit moment? Die twee krijgen toch niet meer door de deur heen? Je kunt wel dat toneelstukje opvoeren in de Tweede Kamer vanmiddag voor alle camera's, maar het is gewoon klaar. Het is geen toneelstuk. Ja, is het is een toneelstuk. Natuurlijk is het klaar. Nee, het was één groot toneelstuk, zoals jullie de fractiekamer uitkwamen. Met alles rondom Job Cohen. Gegroepeerd, zo, camera's erop. Wij staan bij. Nee, je kent de setting. Er is een trapwaarde. Jullie zijn de meesters in. Wij staan rondom Job Cohen. Het beeld was helemaal duidelijk. Prachtig geregisseerd. Wat had ik dan moeten doen? In het trappengat springen? Nou, even wachten. Misschien. Je had ook die twee in een fractiekamer neer kunnen zetten die samen een verklaring hadden afgelegd. Maar er staan geen 30 man achter hem. Er staan 5 man achter hem. Ja, er staan 7 man. Ze prachtig geroepeerd. Ik bedoel, je hebt het uitgevoerd. Jij zegt, Frits, dit gaat niet meer lukken. Dit gaat niet meer lukken. Het enige wat Lilianne Ploemen nog kan doen is misschien regelen wie haar opvolger wordt. Nou, ik heb vanmorgen ook gezegd dat ze de loodjes in de hoge hoed gooien en een paar keer schudden. En dan mag ze dat nog een keer het regelen. Inhoudelijk is het klaar met haar. En nu gaan de stemmen al op in de partijbestuur en elders, ook in de fractie, van ze moet nu meteen maar weg. Ja, maar ik bedenk het niet. Maar ik vind daar ook dat de spelers in het spel bepalen hoe dat spel verder gaat. Dat is Lilianne Ploemen zelf en dat is Job Cohen. En Job Cohen ziet geen enkele aanleiding waarom ze niet samen door één deur zouden kunnen. Dat is vanavond nog eens bevestigd. Okay. Bevestigd. Mogen we dan nog even terug naar dat telefoontje? Want u zei, afgelopen weekend werd ik gebeld en alle andere fractieleden ook door Job Cohen met een verhaal. Wat was dat verhaal? Dat was deels inhoudelijk. Over een analyse van wat we bij de Algemene Politieke Beschouwingen hebben gezegd over de stapeling van maatregelen. Over de alternatieven die we hebben voor de hervorming op de woningmarkt, waar we heel veel bezuinigingen of heel veel geld mee kunnen verdienen. Waardoor jonge mensen echt een betaalbare woning kunnen kopen. Maar daar hoeft hij toch niet 30 fractieleden voor te bellen? Nee, hij zei, jongens, dit is de inhoud. Dit maar is waar het voor gaat. We hebben een plan. Waar 30 mensen zijn, dan hoef je toch niet 30 keer te bellen? In het weekend? Dit was één deel. Dus hij begon inhoudelijk. Ja. Hij zei zo van, dit is waar ik voor ga. Dit is, het was mooi weer. Het weekend, hè? Dit is, we hebben lang gebeld, het was avond. Ja. Ja. Dus, maar mooi weer en zin. Nou ja, goed, dan kun je misschien even je prioriteit een beetje stellen. En dan denk je, ja, daar kun je elke dag over praten. Waarom ga je in het weekend op het strand gaan liggen? Maar deze man was bezig met de toekomst van de partij. Waarom ga je in het weekend daarover bellen? Nou, omdat wij hadden gevraagd om als fractiebestuur na te denken over hoe we het allemaal beter kunnen doen. Ja, dat dus. Hoe kunnen we het beter doen? Ja. En wat zei hij toen? Nou, voor een deel is dat zichtbaarheid van ons allemaal. Als ik het even heel concreet maak, we hebben straks begrotingsbehandelingen waar wij al die plannen en die alternatieven die wij hebben moeten gaan laten zien en uitonderhandelen. Het is verdomd lastig om medestanders te vinden. Want wat wij ook doen, ik bedoel, de getogen van de partij was het maar waar. Want dan konden we zeggen, we doen het niet meer. Maar dan kom je de inhoudelijke spagaat waar jullie in zitten. Enerzijds, wat Lilianne Ploemen, Job Cohen, de fractie verwijt, dat jullie te weinig verbonden sluiten zeg maar, met de linkse oppositie. Met Roemer, die alles wegkaapt op dit moment, die de hele FNV inkapselt, van alles nog wat. Tegelijkertijd de Partij van de Arbeid die verantwoordelijkheid wil nemen voor de eurocrisis en tegen het kabinet aanschurkt. Ja. De kritiek van Wilders weer. En die spagaat, hoe kom je er ooit uit? Het is voor mij ontzettend simpel. Kijk, ons doel is en blijft dit kabinet zo snel mogelijk weg. Als je ziet wat hun bezuinigingspakket is en welke mensen dat raakt, terwijl de allerrijksten in dit land gewoon ongemoeid blijven, dan denk ik, dat kan je niet doen. Er is een alternatief. Je weet ook wel dat dat onzin is. Dat is retoriek, dat is echt onzin. Als je kijkt naar het volksgezondheid leven die mensen het meeste in. Maar goed, los daarvan. Ja, mag het een keer. Dus het gebeurt. Verhoudingsgewijs. Nee, dat is onzin. Ja, maar bij wie komt het nou het hardst aan? Bij die alleenstaande moeder met 3 kinderen waarvan er een gehandicapt is met een PGB? Die heeft het hartstikke zwaar en die maakt de stapeling door. Maar het is onzin om te zeggen dat niks gebeurt. Wat u nu doet, hè? Dus over de inhoud praten op een bevlogen manier. Blijkbaar is dat Job Cohen niet gelukt, want anders zou de partij er beter voor staan. Ja, intern en dan doet zou hij dat mevrouw wel. Ploemen wel iets anders gezegd hebben dan dat hij niet zichtbaar was. Nee, maar intern doet hij dat wel. En wat ontzettend lastig is gebleken is, als je hiervoor staat, het doel is het kabinet weg. En dan heb je tussentijds allemaal debatten waarin je standpunten moet innemen en moet bepalen of je het kabinet moet steunen of niet. Nou, wij blijven alle plannen van dit kabinet steunen die goed zijn voor de mensen voor wie wij politiek bedrijven. En dat zullen we blijven doen. En de eerste dag dat er een gelegenheid komt middels een motie om dit kabinet naar huis te sturen, maar laat die PVV dan maar eens inderdaad niet alleen tanden laten zien, maar ook bijten.
Ik bedoel, dan zijn wij de eerste die zeggen, we doen mee. Maar kijk, dat, is, nou weer, dat is nou weer een verhaal vanuit de Partij van de Arbeid. Ik denk, wauw, ja, zo is Job het. Cohen dat niet? Ja, dat is Job Cohen. Ja, maar dat is Job Cohen die mij inspireert en die zegt van zo gaan. Maar hij zegt het niet. Hij zegt het niet. Jij zegt het nu wel zo. Nou, dat is wat hij mij in het weekend zei. En ik zei, ja joh, dat gaan we samen doen. Dus hij heeft het tegen u gezegd en u zegt het nu weer tegen haar. Waar gaat dit nou om? Nou, dat vragen we ons af. Nee, maar waar gaat dit nou om? Dit gaat om, oké, het verhaal is er. De alternatieven zijn er. De plannen zijn er. Het is een dijk van een verhaal. Het is sociaal, het is rechtvaardig. Het haalt geld binnen. Wij bezuinigen en hervormen op de lange termijn. We zorgen ervoor dat de woningmarkt beter wordt, dat de zorg beter wordt. En wat gebeurt er in de Volkskrant vanochtend? En waar hebben we het over? Ja. Over de vorm en dat Job overschreeuwd wordt. Maar dat heeft uw voorzitter vanochtend in de krant gezegd. Ja, nou prima. Uh-huh. En dus waar hebben we het over? Waar heeft zij het over? Ja, en daarom voeren we die discussie ook. En ik vind dat die discussie in de Partij van de Arbeid misschien wel openlijk, maar beter wordt gevoerd dan in welke partij dan ook. Andere partijen zijn doodstil, terwijl de problemen daar niet minder groot zijn. Het gaat er heel goed bij die andere partijen. Gabriel. D66 gaat goed. Ja, er zijn ook een paar op te noemen. Ja. Ja, dat gaat ook allemaal dramatisch, maar goed. Nee, maar wat ik het allerlastigst vind nu in de Kamer, is dat die flanken, de partijen met de meest extreme opvattingen, dus aan de ene kant de PVV en aan de andere kant de SP, die komen over. Die hebben een verhaal. Die zijn makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Maar je ziet ook dat D66 en GroenLinks worstelen met zichtbaarheid. Duidelijk. Want het verhaal van Alexander Pechtold en Jolande Sap staat ook niemand op het netvlies. D66 staat hoger in de peilingen dan de Partij van de Arbeid. Hè? Dus worstelen met onzichtbaarheid is misschien niet helemaal helder. Ja, nee, maar dat heeft dan misschien ook wel te maken met de inhoudelijke standpunten die op dit moment toch wel erg lijken op die van het kabinet. Als D66 hoger staat dan de Partij van de Arbeid, dan worstelt D66 toch niet met onzichtbaarheid? Nee, maar we hadden het onder andere over het debat bij de algemene politieke beschouwingen. Nou, daar en was, ik vind daar het ook was heel Alexander moeilijk. Pechtold toch niet onzichtbaar? Nee, maar dan even de vraag over, kunnen die partijen ook nog een beetje gezamenlijk optrekken? En wie heeft daar belang bij? Hè? Een van de kritiekpunten van Lilianne over de linkse samenwerking. Ik vind het altijd zo'n vreemde discussie. Ik bedoel, de linkse samenwerking bestaat niet. Wie dinsdagmiddag naar de stemmingen kijkt, ziet daar een blok links die samen stemt. Bijna op alle onderwerpen. Ja, er zit nu ook oud zeer omdat jullie iedere keer bij formatiebesprekingen de SP bewust erbuiten gedrukt hebben. Daar zit echt heel veel oud zeer. Nou, maar daar zit. Kijk, dus de SP gaat nu niet zo snel meer mee met de Partij van de Arbeid? Nee, iedere keer zijn ze buiten spel gezet. Inhoudelijke samenwerking op tal van dossiers. Kijk naar het stemgedrag. Die linkse samenwerking is er in de praktijk hartstikke. Maar er zijn ook verschillen van mening die heel majeur zijn. Als de SP anti-Europa is en daarmee onverantwoord is, dan zullen wij het daar nooit mee eens worden. We komen daar nog bij verschillende gelegenheden op terug. Vinden jullie het eigenlijk leuk, Ellen en Arjen? Want jullie zitten hierbij, maar is het iets wat je raakt? Nou, ik heb helemaal geen verstand van politiek. Maar ik vind wel dat ik vind het interessanter om te weten wat Job Cohen doet. En dat hij misschien een soort, hij mist soms een soort gemak en een soort humor en charisma, denk ik dan, als kijker. Maar ik zou het veel interessanter vinden als de discussie gaat over of hij werkelijk een goede leider is van zijn partij. Ja. En je hoort soms minder van dat soort dingen. En gauw zoiets is zo duidelijk, voor iedereen is dit zichtbaar. Maar ik vind het veel interessanter om de inhoud te horen eigenlijk. En Arie, zag ik een beetje wegdromen of niet? Nee, ik vind het altijd interessant hoor. Nee, maar ik vind het wel leuk inderdaad, die verschillende discussies. Maar ik vind hier ook, staat wel sterk dat de partij achter hem staat, weet je, de meeste leden. Maar ik vind inderdaad ook dat hij soms te zwak naar voren komt en daadkracht op de tv laat zien. En dat vind ik van sommige andere parlementariërs ook leuk om te zien. Een stevige discussie met stevige argumenten. En daar vind ik hem af en toe tekort in schieten.